Yo, kijkers van Game met Max, vandaag weer een nieuwe Mindtopia video. Vandaag zijn we terug in Mindtopia, mensen. Eindelijk weer een Mindtopia video. Want we zijn een tijdje weg geweest. Nou, hoe dat komt, ik was een tijdje ziek en nog steeds eigenlijk. Dus ik heb niet echt de tijd gehad en zo om een video op te nemen. Het was ook super warm, dus ik kon echt amper op mijn computer. Want ik zit op zolder en het is echt kapot warm. Maar we zijn er weer. Ik kon weer een video opnemen. En vandaag heb ik iets super tofs. Er is dus een nieuwe inkoop met speelgoed en shit. En heel veel mensen hebben het nog nooit gezien. Zelfs ik had het nog nooit gezien. Ik zag wel dat je het kon kopen en dit dat. Maar er komen echt zoveel nieuwe dingen aan. En ik ga jullie laten zien wat er allemaal aankomt. Dat hangt er al. En ondertussen gaan we even wachten tot Miro Robert zegt. Nou, voor deze video kunnen we de 1000 likes halen. Zou tof zijn. Geen idee. De 1000 likes kunnen we dat weer een keertje halen. Dus iedereen like, abonneer alvast. En ja... Kijk verder, nou, wat we vandaag dus gingen doen is, we gaan naar de inkoop van, hoe heet het, van bijvoorbeeld die dingen, van panda's en zo. Hij draait zich meteen om, lol, kijk die dingen, die kan je dus bij de inkoop kopen. En dan heb je hier, heb je al, eventjes kijken, hier heb je de speelgoed en daar heb je, ja, ik noem het ook allebei speelgoed. Nou, wat er dus aankomt, gaan we later wel bekijken. Nou, wat je dus kan inkopen momenteel. Je kan dit gewoon inkopen. Even kijken, wie werkt hier? Je moet wel een KVK hebben. Jeffy Dutch is de CEO, boomtakje. Oh, die gast die we net zagen lopen, die werkt hier dus. Nou, een Time Walk poppetje, 10k per stuk. Bender poppetjes, huh? Een Bender poppetje is 7,5, nee. 10. Nou, in ieder geval een stuk goedkoper als die. Ja, 7,5k per stuk. Huh? Hoezo kosten deze dan minder als deze? Terwijl, oké, misschien dat Bender een time had ik zo wel Bender misschien. Nou, Steno, die is even goedkoop. En de Wis is dan ook weer duurder. Dus die kosten allebei, die kost 10k, die kost 7,5k per stuk. Je moet ze natuurlijk wel in deze grote aantal inkopen. Voor de rest heb je de Hulk, die vind ik fucking vet. Ook al zit die verkeerd om, ja, zitten al die dingen verkeerd om in dat dingetje. Maar dat maakt niet uit. De Hulk kost 20k per stuk om in te kopen. Dus de verkoop moet ook minimaal 25.000 zijn. Ik ben benieuwd of iemand die gaat inkopen. Maar ik ga hem echt halen, want dat ziet er best wel vet uit. Gewoon de Hulk. Nou, dan heb je hier nog meer poppetjes. Dan heb je hier stenen poppetjes, 7,5k per stuk als je ze lostelt. Optimale ervaring, download texture pack, ja die heb ik. Nou, hier heb je die panda's, die kosten ook 20k per stuk. Dat is best wel duur, maar... Kijk, je moet wat over hebben van speelgoed. Hier heb je papegaaien, die zijn nog duurder. Voor 16 slashes kan ik, dat ga ik even snel uitrekenen. Die kosten ook 25k per stuk inkoop. Die kosten ook in de 30k in de winkel. En deze zijn ook best wel, ja, best wel duur, maar wel veel goedkoper als die. Nou, hier kan je zien wat er allemaal aankoopt. Binnenkort hier verkrijgbaar. Die is er dus al. Vanaf 2 juli te koop. Alleen hij hangt er al wat. Hij hangt er dus al. Alleen is dat vanaf 2 juli. Nou, Woody actiefiguur. Dat is volgens mij van die film. Ik weet niet hoe het... En rechts een dino. Die ziet er ook wel tof uit. Als je zo'n dingetje kan hebben. Gewoon een fucking dino. Nou, dan heb je hier natuurlijk weer de giraf en de bla bla. Gewoon hetzelfde. Nou, je kan je zelfs ook nog boekjes kopen. Even kijken. Heeft hij een KVK Toys nodig? Ja, dus je moet een aparte Toys KVK kopen als jij dus, ja, speelgoed wil gaan inkopen. Als ik jullie was, zou ik echt een speelgoedwinkel gaan starten, mensen. Want speelgoed is echt, er is maar 1 of 2 winkels van. Misschien ga ik het zelf doen, want ik ben nog bezig met een bedrijfje, ik weet nog niet wat. Misschien ga ik zelf wel een speelgoedwinkel maken, maar ik weet het niet. Maar in ieder geval, als je een speelgoedwinkel, als je, ja, je moet wel een paar miljoen hebben, maar als je een speelgoedwinkel hebt, denk ik wel, op een goede bekende locatie ga je wel goed lopen. Want volgens mij zijn er maar 1 of 2 speelgoedwinkels en die hebben maar een heel klein beetje aanbod. En hier, als je geld hebt, een paar miljoen, kan je alles inkopen. Dan kan je ook alles verkopen. Nou, dan heb je daarboven gewoon hetzelfde wat er aankomt. Dan heb je daar posters. Lol, die zijn wel grappig. Nou, dan gaan we naar de andere kant toe. Volgens mij werken hier ook dezelfde mensen. Ja, je werkt precies dezelfde mensen. Nou kijk, wat dit is eigenlijk de headshop. Dit had je allemaal in de headshop, maar dan petjes en dat soort dingen. En ja, accessoires, ik weet niet hoe dat heet. Even kijken, accessoires inkoop, ja. Nou ja, hier heb je dus van die brillen, maar die zijn wel heel erg duur geworden, zie ik. Die dingen, deze kosten er maar 1,5k per stuk inkoop vroeger.
En nou kosten ze bijna het 3 dubbele. Deze zijn ook, ja, ik vind ze vrij prijzig tegenwoordig, maar even kijken, hoeveel is het per stuk inkoop? 56 delen door 16. 3,5k per stuk inkoop, nou dan verkopen ze ongeveer van 5k per stuk, 5k. Dat is best prijzig, vroeger waren ze echt een stuk goedkoper. Nou, je hebt ook ballonnen, die verkopen ze hier ook, die zitten dus hier. Ballonnen, oeh, die zijn wel nice. Ik heb trouwens een ballon. Even kijken, deze zijn, ja, die zijn iets duurder, die zijn 5k per stuk inkoop, maar ja, 6,5k kan je ze verkopen. En ik denk dat dat wel een redelijke prijs is voor een ballonnetje. Ja, althans, ik vind het een redelijke prijs voor een ballon. Dus best wel een uniek item als je het wil hebben. Dan heb je hier DAD patches heb je weer, knolpower patches, headphones. Zijn er ook DDG pads of zijn er niet meer? Nou, blijkbaar dit keer niet. Nou, deze zijn dus ja, ook gewoon, even kijken hoe duur waren ze. 3,5k per stuk inkoop. Vroeger waren ze 2,5k inkoop. Dus ja, op zich is het nog wel een redelijke prijs. De waarde is ongeveer 5 tot 7,5k van deze dingetjes. Dus er zit wel een redelijke handel in dit soort spulletjes, vind ik zelf. Dus ik denk echt over na om misschien een winkel te gaan maken. Nou, dan heb je nog die cowboy hoeden. Die zijn wel vrij prijzig. Die kosten echt wel wat. 12k of zo ongeveer inkoop. Nee. Ja, ik zal het even uitrekenen voor jullie. 216, dat is 12,5k per stuk is dat. Nou, voor een cowboy hoed. Nou, verkoop ongeveer 16-17k. Is dat, ja, vrij prijzig, maar je moet het ervoor over hebben. Het is wel een tof item, daarom is het zo prijzig. Nou, dan heb je hier dingen wat er aan gaan komen. En deze vind ik zeker tof. Gewoon een camera kan je straks gewoon, kijk. Zie je zo, in plaats van die telefoon, zie je hem daar met zo'n camera lopen. En dan kan je gewoon, ja, het ziet er gewoon tof uit. Een rugtas is ook wel tof, een koffer ook. Microfoon, gitaar. Ik vind echt dat er toffe dingen gaan komen hier. Ik hoop ook dat ze snel komen, want dit soort dingen wil ik echt gewoon allemaal gaan kopen. Aangezien, dat is gewoon fucking vet als je dat hebt. Kan je gewoon met zo'n koffertje rondlopen. En ik denk echt dat ik een winkel ga starten. Want ik zie nog echt amper winkels, volgens mij nog geen één winkel die dit soort dingen verkoopt. Dus als je daar een rugzak, een koffer, camera en zo kan verkopen. Ik ben benieuwd hoe duur ze gaan worden. Ik denk dat ze wel vrij prijzig gaan worden. Maar ja, dat moet je ervoor over hebben. Nou, staat hier boven nog wat? Ja, mensen! Oh, oh, oh. Ik wou net zeggen. Alleen nou, hebben we nog steeds geen DDG-pad gezien. Dan heb je hier de roze pad, de zwarte pad zoals vroeger. Deze waren echt vrij populair vroeger. Ik weet niet waarom. Ze waren al eerst uitverkocht. En zelfs eerder als de DAD en de DDG en de knophouden. Heb je ook nog hoeden, die kosten 4k per stuk inkoop, van die hoge hoeden, super tof, alleen, nou heb ik nog steeds geen DDG pad gevonden, of is hij er gewoon niet? Is hij er gewoon niet, een DDG pad? Volgens mij zat hij hier, maar is hij uitverkocht misschien? Misschien is hij uitverkocht. Nou, in ieder geval, je kan nog ballonnen inkopen, kijk, de rode ballon is uitverkocht, maar ik vind de gele toffer, alleen ik heb de paard omdat de gele en de rode waren uitgekocht. Ik ga eigenlijk nog een gele ballon halen. Aangezien die ook wat tof uitziet. Kan ik wat kopen? Ik werk hier niet. XD. Mensen denken dat ik hier werk. Ik heb ook burgerprefix, dus daar moet je het aan kunnen zien. DDG pad. Nee, knolpower, DAD en roze en zwart. Dus DDG padjes zijn volgens mij niet meer te krijgen. Speedboots voor jou? Nee. Die ga ik zeker niet verkopen. Dus ik denk er misschien aan om een winkeltje te gaan starten. Laat het trouwens even achter in de reacties, mensen. Moet ik een winkeltje gaan maken van speelgoed? Een speelgoedwinkel. Eén grote speelgoedwinkel. Moet ik dat gaan maken? Ik ben zelf heel erg in twijfelen nu. Nu ik al deze toffe spullen heb gezien en bijna niemand verkoopt dit. Dus ja. Het is wel moeilijk. Hier ga ik natuurlijk boekjes kopen, flesjes en kopietjes. Alleen voor kopietjes, ik snap niet waarom zou jij je boekje willen kopiëren. Als je ook gewoon een stack, gestekte boekjes, heb je bijvoorbeeld 64 boekjes. Dit zijn 64 boekjes. Schrijf je het verhaaltje, dan sign je ze in, heb je ze alle 64 gesigned, dan heb je ze in principe ook gekopieerd. Dan kost je 3,5, 3,2k minder en dan is het gewoon gratis. Dus ik snap niet waarom dat kopiëren er is, maar ja, er zijn volgens mij mensen die dat niet snappen. Nou. De speelgoed en accessoires inkoop, ik noem het gewoon de grote speelgoedwinkel, is hier. Ja, nu staat dit ding er even voor.
Dus het is een Mindtopia, de oude kleding en de... Ja, je ziet het nog aan het helmpje en de... Is dat, hier zit een appeltje op, ben ik nou gek? Nou, ik ben wel gek. De oude voedsel was dit en de oude kledinginkoop van vroeger is dit. Dus ja, wil jij ook speelgoed kopen en heb jij een KVK ervoor? Je kan een winkeltje starten. Ja, zou ik dat zeker doen, want dit is denk ik wel een goede markt voor dit soort items. Er zijn er niet zo heel veel in game. Maar dan was het de video van vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat we even bij de grote speelgoedwinkel langs gingen. En ja, kunnen we de 1000 likes aantikken. Vergeet zeker niet allemaal te abonneren. Vergeet zeker niet even een reactie achter te laten of ik een winkel moet gaan starten. Ik ben echt aan het twijfelen, mensen. Ik ben echt aan het twijfelen. Of ik echt zo'n winkeltje moet gaan maken. Dus ja, ben ik echt ziek over aan het twijfelen. Accessoires nodig. Heeft u een KVK? Oh, je moet wel een aparte KVK voor accessoires en voor het speel. Wacht, even kijken. Accessoires KVK en een toys KVK. Ja, dus je moet twee aparte KVK's hebben. Dat kan natuurlijk. Dat is ook niet zo heel moeilijk om aan te vragen. Dan kan je, ja, ik denk dat het wel samen op één plot kan. Ik zal het trouwens even gaan navragen voor of het op één plot kan. En dan, ja, was dit het eigenlijk, mensen? Was het echt, dit was het. En dan bedankt voor het kijken. Doe een like, vergeet zeker niet te abonneren. Laat natuurlijk achter of ik een speelgoedwinkel moet gaan maken. En tot de volgende keer. Doei!